De Stichting Suriname Centrale Ambulancedienst, SURCAT, heeft haar hoofdkantoor geopend te Lelydorp. Daarmee heeft de stichting haar dienstverlening uitgebreid. Directeur Roel Brug zegt dat SURCAT een public-private bedrijf is dat het AZP ondersteunt. Vanuit het hoofdkantoor te Lelydorp worden de districten Wanica, Para en Brokopondo van ambulancedienst voorzien. Nou, wat de samenleving kan verstaan, wij opereren anders. De eerste, we hebben ons eigen verkort alarmnummer. We hebben onze eigen meldkamer. We hebben ons eigen administratief systeem. En we hebben onze eigen ambulances die we eigenlijk voor alles kunnen inzetten. Inhouden dat we eigenlijk overal terecht kunnen met onze ambulances voor hulp aan de cliënt, CQ, slachtoffer. De meldkamer is actief voor gevallen die zich thuis voordoen. Je bent thuis en er gebeurt iets plotseling met een familielid, mag men gerust naar 117 bellen, mits er geen misdrijf eraan gekoppeld is. Zaken van verkeersongevallen die lopen nog steeds via 115, omdat de zaken daar ook geregistreerd worden en dat kregen wij die ook naar hiertoe gedirigeerd. Verder zijn we nu ook bezig een bepaalde applicatie, een webapplicatie neer te zetten om data te verzamelen. En dat is wat wij eigenlijk moeten doen, want er is nog geen data. De stichting opereert reeds 5 jaar in Suriname en probeert steeds professioneler te werken. Er is een wagenpark van 12 ambulances van verschillende categorieën. Brug zegt dat ze wel met verzekeringsmaatschappijen werken en met personen die dat wensen. Er is wel een samenwerking op een bepaald gebied met de verzekeringsmaatschappijen. Vooral op het gebied van verkeersongevallen is er wel een goede samenwerking en goede afspraken. En zij hebben ons ook aangegeven waar we moeten houden. Echter zijn de overige transporten waaraan geen acuut geval verbonden is, heel moeilijk. De mensen gaan dan meestal zelf moeten betalen omdat het in hun polisvoorwaarden niet voorkomt dat u als persoon niet verzekerd bent voor ambulancezorg of ambulancetransport van uw huis naar een spoedeisende hulp of een gezondheidscentra. En wanneer u klaar bent, dan mag u naar huis. Nou, die kosten worden dan niet gedekt. Ook misdrijfgevallen, schot, steek of mishandelingen die niet fataal zijn, worden niet gedekt door de verzekeringsmaatschappijen. Wat hebben wij toen gedaan? Ze van, kijk, overheid, dit is hetgeen wat u moet doen. U moet beleid gaan maken op dit vlak. Want anno 2021 is er wel behoefte aan deze dienstverlening. We hebben het al 5 jaar gedaan. Dat was Roel Brug, directeur van SURCAT. We spraken hem in het kader van de opening van het hoofdkantoor van de ambulancedienst te Lelydorp. De kosten voor de ambulancedienst die niet vallen onder de verzekering zijn vanaf 500 SRD.